Ik ga jullie iets vertellen over het maken van collages. Ik ben gisteren op stap geweest met mijn vakgroep. Dat zijn de vergevorderde cursisten. En zij kregen de opdracht om deze bingokaart te vullen met foto's. Nou, hoe dan? In alle vakjes van deze kaart, alle 25 vakjes, stonden termen die te maken hebben met corona. En dan moet je denken aan hoestschaamte, kuchscherm, coronahond, mondkapje natuurlijk, click and collect. Nou, je kunt je daar iets bij voorstellen. 25 termen, dus 25 foto's. Nou, die foto's konden ze dan achteraf in deze bingokaart plaatsen. En toen kreeg ik gisteravond wat appjes van de deelnemers die zeiden, ja, maar als wij een tool downloaden op Google voor het maken van collages, dan zet hij ze in willekeurige volgorde. En dat is niet wat we willen, want we willen die foto zetten op het hokje waar dat woord stond. Hoe doen we dat in Photoshop? Nou, dat kun je doen door te werken met vectorbestanden. En dat heeft een voordeel boven het gewoon slepen van alle foto's bovenop deze bingokaart. Want je kunt natuurlijk zeggen, ik open deze bingokaart. Vervolgens open ik de foto's die ik gemaakt heb. Die zet ik hierop en klaar is Kees. Nou, dat kan. Maar vectorbestanden hebben een voordeel boven de gewone foto's hierin zetten. Namelijk dat je ze steeds kunt vergroten en verkleinen zonder dat dat iets afdoet aan de kwaliteit van je foto. Nou, ik zal je dat even laten zien. Ik ga naar bestand, gekoppelde plaatsen. En dan kom ik in het mapje waar ik de bingokaart en dan alle foto's, in dit geval maar twee, gezet heb die ik nodig heb. Die foto's heb ik natuurlijk al van tevoren vierkant gemaakt, omdat het vierkante blokjes zijn waar ze in moeten komen. Nou, als ik daarop klik, dan zie je dat die op die bingokaart geplaatst wordt. En je ziet ook al allerlei handvatten aan die foto waarmee ik de foto groter en kleiner kan maken. Nou, hij moet nu net zo groot worden als het hokje waar die in komt. Zo. Nou, stel dat ik nu zeg, dit is oké, en ik druk op het vinkje of ik geef een enter. Nou, en dan zie ik pas achteraf, van, hij is toch een beetje te groot. Dan doe ik nog een keer Ctrl-T, van transformatie. En dan sleep ik hem dus een beetje kleiner, zodat hij wel goed in het hokje past. Nou, dan vergis ik me weer. Hup, doe een enter. Kijk, dan is hij te klein. Doe ik weer een Ctrl-T en dan maak ik hem weer iets groter. Omdat dit een vectorbestand is, kan ik dit ongestraft doen. Zou je dit doen met een pixelbestand, dus met een gewone foto, dan gaat hij keer op keer alle kleuren en helderheden en dergelijke herberekenen, waardoor je foto steeds iets minder van kwaliteit wordt. Bij een vectorbestand is dat niet aan de orde. Dus een vectorbestand kun je ongestraft groter en kleiner maken, keer op keer, zonder dat de kwaliteit minder wordt. Nou, ik heb één foto geplaatst. Dan ga ik nog een foto plaatsen. En ik heb er geen 25 in mijn mapje gezet, maar twee, even voor het voorbeeld. Zo, pakken we die. Nou, die opent ook mooi op de kaart. Nou, laten we die dan daar neerzetten. Zo, die maak ik ook weer kleiner. Enter. Nou, een beetje te groot, zie ik. Dus dan gaan we nog eventjes ietsje kleiner maken. Wel zo netjes. Zo, dus die past er ook in. Nou, het werken met vectorbestanden heeft nog een ander voordeel dan alleen het groter en kleiner kunnen maken van de foto, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van je foto. Wat je ziet is dat hier in het lage palet nu drie lagen zijn. De achtergrondlaag. Dat is die bingokaart en de twee foto's. Normaal gesproken zie je dan hier in die icoontjes de foto's staan. Dat zie je nu niet. Je ziet nu een transparante achtergrond met zo'n grijs blokje erin. Dat grijze blokje wil zeggen dat het een vectorbestand is. Nou, op dat vectorbestand kan ik dubbel klikken. Nou, dan opent zich de foto.
En dan kan ik die foto gaan bewerken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, joh, weet je wat? Ik maak die foto zwart-wit. Even kijken, even de bezadiging helemaal wegtrekken. En vervolgens vul ik hem met kleur. Nou, maakt niet uit, hè, maar laten we er gewoon even wat doen. Zo. Nou, oké. Dan is die foto bewerkt. Dan maak ik van die bewerkte foto één laag. Zo. En dan zeg ik bestand opslaan. En wat er nu gebeurt, is dat hij ook hier in de collage veranderd is. Dat is ook een van de redenen waarom of ik al deze foto's in een apart mapje zet. Zodat je niet met een originele foto aan de slag gaat in zo'n collage. Maar gewoon met een foto, een duplicaatfoto, een kopiefoto. Nee, ik heb hem gewoon gekopieerd naar dat mapje waar deze bingokaart in stond. Nee, dus dan blijft gewoon mijn origineel blijft in de originele map staan. Oké. Sommige bewerkingen kun je niet doen op vectorbestanden. En bij sommige filters is dat zo dat het niet werkt. Er zijn een aantal dingen die niet werken op vectorbestanden. Mocht je daartegen aanlopen, dan kun je rechts klikken op deze laag met het vectorbestand. En dan kun je hier zeggen laag omzetten in pixels. Nou, ik zal dat even doen. Kijk, en dan zie je dat het grijze blokje hier weg is. Natuurlijk is het maar een heel klein fotootje wat je ziet, hè, want dat is dit kleine fotootje. Maar het grijze blokje hier is weg. Dit is nu gewoon een pixelbestand, dus een gewone foto geworden. En hier zie je nog dat grijze blokje dat het een vectorbestand is. Nou, als ik het terugdraai, dan zie je dat dat grijze blokje weer tevoorschijn komt in de bovenste laag. Kijk maar even. Kijk, nu is het weer een vectorbestand. He, dus je kunt vectorbestanden nog weer omzetten in pixelbestanden. Dus ik raad je aan om als je een collage maakt, te beginnen met die vectorbestanden door te gaan naar bestand gekoppelde plaatsen en daar je foto te kiezen uit het mapje wat je gemaakt hebt van foto's die je in de collage wil zetten. En dan pas achteraf de foto's om te zetten in een pixelbestand. Wat je ook kunt doen, is een robestand plaatsen als een vectorbestand in deze bingokaart. Ik heb intussen heel stiekem gauw een robestand erbij gezet in mijn mapje. Dus we gaan weer naar gekoppelde plaatsen. En dan gaan we naar dat robestand. Hier, plaatsen. Nou, daar heeft hij even langer werk mee. Het is een groter bestand. Zo, nou, dan kom ik in de RAW Converter. Maar goed, daar ga ik niks doen, want ik heb die foto al bewerkt. Dus ik klik op OK. Nou, dan zie je dat hij veel te groot is natuurlijk. Maar goed, daar kunnen we wat aan doen. Dus ik ga even naar die... Ik maak hem even kleiner, dat ik bij die hoekjes kan. Zo. Nou, zetten we die helemaal bovenin. Zo. En dan staat daar een robestand in. Het voordeel van het plaatsen van robestanden als vector in zo'n collage is dat als ik hier nu op klik, kijk, dan opent die zich opnieuw in de RAW Converter. En dan kan ik hier dus nog weer allerlei aanpassingen doen. He, dus het werken met een robestand als vector is natuurlijk het summum van non-destructief bezig zijn. Want je kunt gewoon alles nog weer aanpassen in het robestand. Nou, dat ga ik nu niet doen. Ik zeg nu even oké. Nou, dan gaat hij nog een keer plaatsen natuurlijk. Oké, dat was het. Veel plezier met het maken van collages.